En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 28 juli. Tijdens de avond en nacht komen overwegend in het binnenland nog enkele buien en mogelijk wat onweer voor. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgenmiddag en avond zijn lokaal perioden met buien die soms gepaard gaan met onweer. De meeste buien komen in het binnenland voor. In de nacht komt in alle districten af en toe een lichte bui voor, maar kan ook lange tijd droog zijn. Uitzonderingen gelden voor de districten Brokopondo en Sipaliwini, waar perioden met onweersbuien soms met windstoten kunnen ontstaan. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 28 juli, voornamelijk in de middag, in enkele gebieden, voornamelijk in het binnenland, een matige onweersbui die eventueel gepaard gaan met windstoten kunnen ontstaan.